of toch zo. Was ik buiten en op het eerste moment dat de clubs terug open waren, stond ik in de club. Ja, ik kon echt niet wachten. Dat was eigenlijk een mengsel van de twee. Het grootste droom. Knaldrang. Alleen knaldrang, ja. Ik heb geen moeite gehad om naar de grot te kruipen. Nee. Dat is wel een show dilemma, wacht. Nooit meer uitgaan, denk ik. Wel kunnen uitgaan en altijd nog te blijven. Wel kunnen uitgaan. Ja, ik nooit meer uitgaan, dat zou echt super sick zijn. Dan ga ik altijd nuchter uit, maar ik drink ook thee en dat is ook goed. Dat hangt er wel af. Op café gaan is zo de prelude naar de club. En een beetje chance dat de café's terug open als je uit de club komt. Liever café. Ik vind clubs niet zo leuk, want ik vind het leuk om met mensen te babbelen. Het is een moeilijke keuze, maar dan ga ik voor café. Geen van de twee. Eerder homeparties. Ik ga veel liever uit in een club dan in een café. Liever in de club, toch? Solo avontuur. Instant. Ik begin met mijn vrienden, maar daarna ga ik op solo avontuur. En ik ga terug naar huis met mijn vrienden. Maar ik kan zowel alleen als met vrienden uitgaan. Ik kom altijd weer met mijn vrienden. Vrienden ook. Ja, vrienden. Blijven tot de ochtend vind ik geen goed idee, want de ochtend is vaak nogal vaal en vaag. Ja, liever dan. Eerst weggaan, I guess. Altijd als eerste vertrekken. Als laatste blijven. Altijd als laatste. Dat is niet eens een dilemma, ik doe dat nu al. Als laatste blijven, denk ik. Altijd als laatste blijven. De leukste momenten zijn op het einde van de avond. Liever trashy. 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 Liever classy, omdat ik altijd, mij altijd ga opmaken, ga ik zeggen. Oh, dat hangt er echt vanaf. Als het een liedje is dat ik wil zien, sowieso vooraan. Van voor. Barricade overheen. Vanachter. Vanachter, want dan zijn we vooral te praten. Vanachter waar het meer tijd is. Nee, vooraan bij de muzikant. Oei, goeie vraag. Ik zou echt een nood noemen. Ja, iedereen heeft toch wel ergens intern de nood om iets verloes te gaan. Luxe. Nee. Het ding is, het kost wel veel om telkens uit te gaan. Daar ben ik mezelf ook van bewust. Ik zou zeggen, een luxe. Iedereen kan elke avond uitgaan met verplichtingen. Ik heb verplichtingen met mijn studies, maar ik kan niet omzeilen. Oh, dat is denk ik een beetje van beide. Een nood, omdat dat is gewoon iets waar je even gewoon again, alles kunt vergeten. Je kunt even jezelf zijn, je kunt dansen, dus dat is goed voor je. En een luxe, omdat op zich hebben wij dat wel echt niet nodig. We kunnen ook gewoon dansen in ons huis of gewoon ergens anders. En dat hoeft niet per se bij een uitgaand gesprek te zijn. Alleen samenhang met alcohol of niet dat lukken. Eerder, het is een luxe, maar het is ook een noodwendig. Dat is echt niet verplicht om uit te gaan. Maar het gevoel die daarbij gaat, is wel nodig.